te starten bij level 1, ons basislevel, waarin we alle tools eigenlijk aan jou demonstreren en je alle tools kan komen ervaren. Gevolgd door level 2 en 3, waarin we een heel aantal vaardigheden nog verder uitdiepen. En natuurlijk level 4, een heel bijzonder level, waarin je ook een stukje persoonlijke groei kan doormaken als facilitator. Een eerste reden is dat onze trainingen heel ervaringsgericht zijn. Dat wil zeggen dat we je 2 dagen lang onderdompelen, samen met andere mensen in een groep, in hoe de wereld van diepdemocratie eruit ziet. Werkelijk alles, van het begin van de dag tot het einde van die 2-daagse training, doen we op een diepdemocratiegerichte manier, waardoor je het helemaal aan de lijve kan ervaren. Ik denk eigenlijk dat het heel belangrijk is, als je bepaalde tools gaat inzetten in groepen met mensen, dat je het eerst zelf ervaren hebt wat het is om in zo'n proces te zitten. Wat het met jou heeft gedaan. Welke inzichten het jou heeft opgeleverd. Wanneer het jou raakte. En wanneer jij belangrijke vragen had. Dit zijn ook allemaal heel bijzondere ervaringen van waaruit we onze empathie kunnen vergroten als we later de Deep Democracy tools gaan toepassen in processen met mensen, in werkelijke situaties in hun leven of in hun werk. Ik denk dat er weinig plekken zijn waar je de Deep Democracy tools kan oefenen en er ook feedback op kan krijgen. Vele van ons zijn immers vaak alleen in het veld. Als coach, als consultant, als trainer ben jij met een groep aan de slag. En buiten de feedback die je van de klant krijgt, is er wel iemand anders die jou eens feedback kan geven op wat jij kan. Zowel op jouw hele sterke punten, op jouw kwaliteiten, als ook op de gebieden waar er misschien nog groei mogelijk is. Ook dat doen we in de level trainingen. We oefenen onder supervisie. Dat wil zeggen dat je een heleboel van de Deep Democracy tools kan gebruiken en door de trainer ook erop gewezen wordt hoe je ze misschien nog beter kan gebruiken, hoe jij uitblinkt in een aantal dingen, hoe jij misschien ook nog een aantal dingen kan leren en waar je tegenaan loopt, waarom je op bepaalde mensen in groepen afknapt bijvoorbeeld, hoe je bepaalde verwoordingen of bewoordingen op een andere manier zou kunnen zeggen, om nog meer neutraler in het proces te kunnen staan. Heel veel van de feedback heeft te maken met onze metaskills als facilitator. En die kan je echt niet uit een boekje leren. Ik heet je van harte welkom op de level trainingen. Tot binnenkort!